Het is midden in de zomer, 24 graden. En als u achter me kijkt, staan wij bij de skibaan hier in Nieuwegein. Waarom staan we hier? Om Mark Snoeren te vragen wat er gebeurd is de afgelopen tijd met het vormen van de coalitie van burgemeester en wethouders 2018. Die worden 6 juni geïnstalleerd en daar gaan we met Mark over praten, over hoe en waarom. Mark Snoeren, het zit erop. De coalitie is bekend. Hoe is het geweest? Ja, het is een hele drukke, intensieve periode geweest. Nu komende maandag 4 juni nog het gesprek met de raad. En 6 juni het installeren van de wethouders. En dan kunnen we echt aan de slag. En dan is het die drukke periode meer dan waard geweest waarschijnlijk. Hoe lastig was het? Nou, op zich viel dat wel mee. Enigszins moeizaam opgestart. Ook omdat het heel onduidelijk was van hoe wil deze raad nu verder de komende 4 jaar. Nou, dat heeft gewoon een week of twee extra gekost. Maar uiteindelijk zijn daar dan in eerste instantie 4 en later 5 partijen uitgekomen die er op zich heel goed uit zijn gekomen. 5 partijen en dan verbaast het ons, tenminste het verbaast me niet. Maar de VSP bijvoorbeeld, de ChristenUnie, waren bijvoorbeeld uitgesloten? Nee, wij hebben helemaal niemand uitgesloten. De informateur is aan het begin van na de verkiezingen aan de slag gegaan. En die heeft gewoon bij alle partijen geïnventariseerd wie er met wie zou kunnen. Daar heeft ze een advies in gegeven en daar zijn wij mee verder gegaan. Wij hadden geen één partij als VVD, geen één partij uitgesloten. Er zijn 5 partijen uitgekomen, ja, waaronder VVD. Ja, VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en lokale vernieuwing. Volgens mij een hele mooie afspiegeling van de samenleving. Niet overdreven naar rechts, niet overdreven naar links. Dus volgens mij een hele mooi team. Wat leuk is dat de lokale vernieuwing erbij zit. Die heeft 2 zetels, ja. Terwijl andere partijen meer zetels hadden. Heeft dat ook te maken met het programma wat de mensen hadden, wat de partijen hadden? Nou, de lokale vernieuwing heeft inderdaad 2 stemmen. Die zaten programmatisch ook dicht bij de VVD. Dus dat is makkelijk. En daarnaast wil je gewoon met de partijen die meedoen, is het handig om een meerderheid te hebben. 5 wethouders, dat kost, ik dacht in eerste instantie 2 ton meer. Maar jij zegt kost een ton meer omdat het een halve baan is. Ja, het is een halve FTE. In de begroting hebben wij in principe daar 75.000 euro opgenomen. Dat lijkt een heel veel geld. Maar uiteindelijk gaat het toch ook om voor het werk wat gedaan moet worden. We hebben de afgelopen periode de begroting zien stijgen met een hele hoop geld. Omdat sociaal domein erbij is gekomen. De omgevingswet komt erbij. Daar wordt veel meer geparticipeerd. Ook de inwoners worden beter betrokken. Dat kost gewoon meer tijd. En dus rechtvaardigt dat meer dan een halve FTE extra wethouder. En financieel gaat het erg goed met Nieuwegein, heb ik gelezen. Nou ja, de afgelopen 4 jaar VVD hebben echt gezorgd dat er nu wat over is in de kas. Dat wil niet zeggen dat we dat maar zomaar uit moeten geven. Er moet goed over nagedacht worden. Wij zijn als VVD erg blij met de investering op veiligheid. Dat is echt nodig. En we zien ook gewoon andere uitdagingen op ons pad komen. Denk aan duurzaamheid. Denk aan het nog beter inrichten van het sociaal domein. Dus we mogen blij zijn dat de VVD goed op de cent heeft gepast. Zodat we nu kunnen zorgen dat het weer een stuk beter gaat met Nieuwegein. Ik mag aannemen dat Peter Snoeren en Martijn Stekelenburg ook uitstekend gewerkt hebben. Die hebben ook goed gedaan. Die zijn er helemaal niet bij. Is het niet vervelend voor die mensen? En hoe staan jullie erin? Nou ja, het is altijd vervelend op het moment dat je met veel plezier, en ze hebben inderdaad ook goed werk gedaan, en dat er dan eigenlijk van je gevraagd wordt om te stoppen. Dat is denk ik niet een eigen keuze. Maar uiteindelijk is dit wel de uitslag die de inwoners van Nieuwegein ons hebben meegegeven. En daar moet uiteindelijk een nieuwe coalitie uitkomen. En dan weet je ook als wethouder dat het misschien na 4 jaar voorbij kan zijn. Marian Kolle heeft het moeilijk gehad? Of die had het ook eigenlijk vrij makkelijk? Nou, in het begin, wat ik al zei, in het begin was het pittig. De raad was echt verdeeld over van wat willen we nu? Willen we een raadsprogramma, willen we een meerderheidscoalitie, willen we een minderheidscoalitie? Daar zat echt eigenlijk geen lijn in. Dus ik denk dat ze vooral die eerste periode heeft moeten zoeken naar een juiste oplossing. Nou, gelukkig is dat gelukt en we zien nu ook gewoon dat daar een hele mooie coalitie uitkomt. Mark, de knelpunten zullen ongetwijfeld groot zijn geweest bij sommigen. Kun je die vertellen? Weet je er een paar?
Nou ja, er waren wat grotere knelpunten of in ieder geval discussiepunten binnen deze formatieperiode. Nou ja, een daarvan is natuurlijk hoe gaan we nu om met wonen, sociale woningbouw versus naar toevoegen van het wat hogere segment. Daar hebben wij onderling best stevige discussies over gehad. Maar uiteindelijk ligt er wel een resultaat waar we ons allemaal in kunnen vinden. Waarin we ook recht doen aan de vragen die er liggen binnen Nieuwegein. Dat is één punt. En de andere is duurzaamheid. Enorm belangrijk. Maar de discussie ging dan vooral over van hoe gaan we daar. En gaan we daar nou heel veel financieel iets in stoppen? Of gaan we proberen om dat vooral de inwoners zelf en de ondernemers zelf te laten oppakken? Nou, heeft ook best een pittige discussie opgeleverd. Maar ook hier zijn we gewoon goed uitgekomen. Dus. De wethouders zijn bekend. En hoorde ik pas geleden van een kennis van mij die zei van, is het zo makkelijk om wethouder te worden? Ja, strikt formeel zou het heel makkelijk kunnen zijn. Ja. Want in principe word je voorgedragen door je eigen partij. Dan hoeft de raad alleen maar ja te zeggen. Maar ik denk dat het is echt best een pittige baan. Dus vooral vanuit de VVD kijken we echt naar goede kandidaten die we van tevoren weten dat die het echt goed gaan doen. Nou ja, Ellie Ergengoor hebben we naar voren gedaan. Daar zijn we heel trots op. Dus zij gaat het ook echt goed doen. Maar het is gewoon een pittige baan. Het is zeker een pittige baan. Wat opviel, daarom vraag ik dat ook, is dat Hans Adriani van de ene posten naar de andere posten switcht. Hij had eerst wat anders en nu heeft hij financiën. Het lijkt me toch heel wat anders dan datgene wat hij eerst had. Ja, dat klopt. Hans heeft natuurlijk de afgelopen 8 jaar, denk ik ongeveer, als wethouder al heel veel gezien van de gemeentelijke financiën. Dus daar is het ook in goede handen. En dat telt natuurlijk ook voor de andere 4 wethouders. Die moeten ook even opnieuw in die materie duiken om het goed te kunnen snappen. Daar heeft denk Hans eigenlijk ook nog wel een voordeel dat hij gewoon al 8 jaar wethouder is. Nestor hè, van het hele clubje. Ja, het is een Nestor, maar neem niet weg dat in ieder geval zij samen bestuurlijk de Nieuwegein moeten trekken. Ja. Dat doen ze met z'n 5 en de burgemeester. Dus dat is volgens mij echt een mooi team. Ook met 2 vrouwen erbij, daar ben ik ook wel blij mee. Geeft toch een andere dynamiek in zo'n college. Kun jij de wethouders voorstellen? Ja, natuurlijk. De grootste partij, dat zijn wij, de VVD, dat is Ellie Ergengoor. Ze komt uit het bedrijfsleven, jaren bij de NS gewerkt. Vandaar ook bereikbaarheid en mobiliteit in de portefeuille naast economie en werk. Dan Hans Adriani, een bekende van de PvdA. Die heeft onder andere financiën in de portefeuille en de woningbouwopgave. Dat laatste heeft hij al een tijdje gedaan. Dan hebben we voor GroenLinks Marieke Schouten, ook een nieuwkomer. GroenLinks duurzaamheid, die koppeling is denk ik snel gelegd. Dus een van de belangrijkste punten in haar portefeuille is duurzaamheid. Dan voor het CDA hebben we Jan Kuipers. Ook een nieuwe in het college, maar denk wel een bekende in Nieuwegein. Heel actief geweest binnen de scouting. Ja. Pakt ook een deel van het sociaal domein op, waar denk ik ook, wat hem ook heel goed ligt. En als laatste van lokale vernieuwing, ook een nieuwkomer voor de halve FTE, is John van Engelen. Nu werkzaam en straks ook nog, want dat gaat hij deeltijd doen bij de GGD, ambulancedienst. En heeft straks in zijn portefeuille cultuur en recreatie en parkeren. En volgens mij heeft hij daar ook nog een mooie uitdaging om te zorgen dat onze inwoners in ieder geval naar onze stad blijven komen en goed kunnen parkeren. 6 juni worden ze beëdigd. Hoe laat gaat dat beginnen in het stadshuis? Dat is de normale tijd 8 uur, de raadsvergadering op de 3e verdieping. Dan zullen de wethouders of de kandidaat-wethouders nu nog zich ook even voorstellen, zodat iedereen ook goed weet wie ze zijn. We gaan kijken hoe ze het eraf gaan brengen. Mark, jij bedankt voor je tijd die je hier vrij hebt kunnen maken bij de skibaan. Dankjewel. Graag gedaan.